De verhoogde vraag naar deviezen is er de oorzaak van dat de wisselkoersen van de US-dollar en de euro stijgen. Dit zegt VES-voorzitter Steven Debi Persat. Vanmorgen werd de US-dollar al verhandeld tegen een koers van 22,22 SAD, terwijl voor 1 euro meer dan 23 SAD moest worden neergeteld. Volgens de VES-topman heeft de verhoogde vraag naar deviezen te maken met de reisdrang van Surinamers naar het buitenland. Vanwege de COVID-pandemie konden velen niet reizen. Debi Persat zegt dat er geen reden tot paniek is, omdat dit fenomeen slechts tijdelijk is. Er wordt veelal bij cambio's gewisseld. Het hoeft op zich niet, want je zou in een normaal systeem ook bij de banken terecht moeten. Maar we zien wel aan het straatbeeld dat het al een paar dagen drukker wordt bij cambio's. Dus mensen hebben weer een vrij grote vraag naar met name Amerikaanse dollars, maar zeker ook de euro. Dus de handel maakt daar gebruik van. En voor de burger zie je dus die beweging omhoog van de wisselkoers. Dit is voorlopig een kleine opwaartse beweging, dus niet zo'n grote verandering van die wisselkoers. Dat je kan praten van een devaluatie. Vergeet niet dat we in Suriname een vrije wisselkoerssysteem hebben. Dus er zijn wel bewegingen omhoog en omlaag mogelijk. Toegegeven, die beweging omlaag zien we bijna nooit. Precies. Maar ik merk wel dat er een beetje paniek ontstaat. Mensen zijn bang dat die wisselkoersstijging dat die verder omhoog zal gaan. Maar voorlopig komt het echt door een kleine toename in de vraag als gevolg van vakantie en andere aankopen die mensen doen. Debi Persat geeft verder aan dat de constante stijging van de basisgoederen niet direct het gevolg is van de stijging van de wisselkoersen of vanwege de oorlog in Oekraïne. En u hebt helemaal gelijk. Met name vorig jaar was er geen oorlog in Oekraïne, voor zover ik weet. We hebben een studie recent gezien waarbij heel veel landen uit de regio, maar ook andere landen, vergeleken werden. En toen zag je dat prijzen in Suriname in het afgelopen jaar harder zijn gestegen dan op veel andere plaatsen in de wereld. Toen, inderdaad, vorig jaar hebben we ook een situatie nog gehad dat die wisselkoers is aangepast. Dus dat kan een reden zijn. Elke keer als de wisselkoers verandert, heb je direct gevolg op het voedsel dat we importeren, maar gek genoeg ook het voedsel wat we zelf produceren. Om met voor lokale productie gebruiken we toch weer een beetje import wat van buiten komt. En die tweede is van elke keer als de pompprijs wordt aangepast, heb je een directe verandering in elk andere prijs via transport. Debi Persat geeft tenslotte aan dat de regering ervoor moet zorgen dat er importvervangende goederen worden geproduceerd, waardoor valuta bespaard kan worden. Eén daarvan is cassave als substituut voor graan.